Groningen wint de laatste wedstrijd van 2011. Het wint met 1-0 van FC Utrecht. De eerste helft van de competitie zit erop. Het seizoen verloopt door tal van oorzaken teleurstellend voor FC Utrecht. Kijkend naar de stand, dan staat FC Utrecht op de 14e plaats. Trainer Jan Wouters nam het roer over van Erwin Koeman, die onverwachts opstapte. De hoofdtrainer kijkt terug op de eerste helft van de competitie in de Eredivisie. We hebben een moeilijk begin gehad. Veel spelers weg. Toch wel moeilijkheden met nieuwe spelers halen. Toch wel de vele blessures. Trainerswisseling, de financiële situatie. Maar ook wedstrijden zoals tegen Ajax. Jonge talenten die eigenlijk doorbreken door de hele situatie. Wat was de mooiste wedstrijd van deze eerste seizoenshelft? Ja, Ajax thuis, hè. Denk ik. Een knotsgekke wedstrijd waarin alles zat. Veel doelpunten. Voorkomen, achterkomen tegen Ajax. Je toch terugknokken en uiteindelijk zo'n wedstrijd winnen in een vol stadion. Ja, dat was wel het mooiste moment. Wat kan je als dieptepunt aanduiden? De verliespartij tegen Twente, 6-2. Daarna de rellen die er ontstonden. Ik denk dat wel het dieptepunt is. En natuurlijk de financiële situatie op dit moment bij de club. Als je een speler moet aanwijzen, wie is de beste speler van Utrecht op dit moment voor Utrecht geweest? Ja, dan moet ik er toch twee aanwijzen. Dat vind ik ten eerste Nana Azar, een fantastische, intelligente speler die eigenlijk alles in zijn mars heeft. Techniek, duelkracht, voetbalintelligentie. Dus dat vind ik voor Utrecht een hele belangrijke speler. En gezien waar we het net over hadden, over aanpassen, vind ik ook Johan Mattesson. Die komt uit Zweden waar ze in zone voetballen, dat is hier anders. En als je ziet hoe snel die dingen oppikt en zich aanpast en zich toch al belangrijk heeft gemaakt voor Utrecht, vind ik deze twee de belangrijkste spelers van dit moment eigenlijk. Hoe belangrijk is het verlies van Jacob Moulenga weer voor lange tijd? Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat iedere verdediging toch wel bepaalde angst voor Jacob heeft. Gezien zijn kracht, snelheid, zijn scorend vermogen. En het is ook een jongen waar een team zich aan optrekt. Want hij sleurt en hij trekt. En hij houdt een verdediging 90 minuten lang bezig. Ja, dat is wel een heel zwaar gemis. Ja, het hele verhaal komt misschien een beetje negatief over, hè, door de situatie waarin de club zit. Maar ik vind nog dat ik steeds na voetballen zelf, want dat is het leukste beroep. Maar na het als speler zijnde vind ik dat ik toch wel het mooiste beroep heb wat ik me kan voorstellen. We staan denk ik in een beginfase van een groeiproces. En dat is min of meer zo ontstaan door heel veel blessures, waardoor er veel jonge jongens door worden geschoven, die nog in ontwikkeling zijn. Dus ik denk dat we aan het begin staan van een nieuwe fase voor Utrecht, maar jongens als Mike van der Hoorn, Leon de Kogel, Yoshiaki, Takaki, die dienen zich aan, maar hebben wel een kapstok nodig in ervaren jongens. En die vallen nu even weg. Jan Buitens, Azar, Moulenga. Dat zijn jongens waar de jonge jongens zich aan op kunnen trekken. Maar als je die as in het elftal hebt staan, dan denk ik dat de groei van die jonge jongens nog sneller gaat. Dus wat dat betreft denk ik dat we aan het begin staan van een proces waarin jonge jongens zich kunnen ontwikkelen. Maar dat het nog wel even zijn tijd nodig heeft. Zo verlaat de ene debutant het veld voor de andere. Stefano Lillipali.
maakt net als Boldewijn eerder op de avond zijn debuut voor FC Utrecht. Waar sta je op de laatste speeldag, na de laatste speeldag? Ja, dan staan we toch wel hoger. Punten die we achterstaan. Europees voetbal zal er niet in zitten dit jaar. Maar ik denk toch wel dat we dicht tegen het linker rijtje aan moeten kunnen komen, mits spelers goed uit de auto stappen. Dat gebeurt, dat ze niet meer dat ze uitkijken met uitstappen uit de auto. En je een elftal krijgt die je eens weken lang kan laten staan. Waardoor je vaste patronen krijgt en ingespeeldheid, wat nu natuurlijk niet aan de orde is. En dan stijgen we zeker op de ranglijst.